De wijkbewoners in Rosmolen zijn een dag na het gasincident nog maar amper bekomen van de schrik. Want die achterlijke mensen die dat allemaal doen, ja, die weten niet meer voor gevaar dat ze iedereen aan doen hier. Dat zijn geen grapjes, dus... Nee, daar ben ik wel een beetje van ondersteboven. Paniek gisteren dus in de Van Berkumstraat. Vandalen hadden in een van de leegstaande huizen brand gesticht en nog eens in 15 andere panden de gaskraan opengedraaid. Door snel optreden van de brandweer en medewerkers van het gasbedrijf bleef de schade beperkt. Maar achteraf blijken de buurtbewoners en de hulpverleners door het oog van de naald te zijn gekropen. Als er 15 huisaansluitingen openstaan en vol met gas en ze steken daarnaast iets in de fik, dan heb je dus wel de kans dat er meer gebeurt dan gelukkig tot nu toe het geval is geweest. Het is al vervelend genoeg, maar het had veel erger kunnen zijn. De leegstaande huizen hier in de wijk waren al eerder doelwit van vandalen. Ze werden vorige week maandag nog een aantal mensen gearresteerd omdat ze hier koper hebben gestolen. En nu dus dit incident met het gas. En de grote vraag is natuurlijk, waarom is het gas nog niet in alle huizen al lang afgesloten? Er moeten 230 woningen uiteindelijk gesloopt worden in deze wijk. Ja, je hebt niet in één dag of een paar weken tijd al die huisaansluitingen verwijderd. Dus aan deze woningen waren ze simpelweg nog niet toegekomen. Als we niet betalen, waren we afgesloten en daar wil niemand aan laten staan. Dan kunnen we toch verwachten dat er rotzooi gebeurt, of niet? Het gebied rondom de slooppanden was al afgesloten met hekken. Maar daar trokken de vandalen zich dus niks van aan. Had u dit niet kunnen voorkomen door de zaak gewoon beter te beveiligen? Ja, wat meer kun je doen dan alles in de hekken zetten, alles in principe dicht. Als ze erin willen komen, dan vinden ze blijkbaar toch maar een weg om er overheen te klimmen of wat dan ook. Toch heeft de aannemer na gisteren de beveiliging extra opgeschroefd. Van de brandstichters ontbreekt nog ieder spoor. De politie heeft de zaak in onderzoek.